Oké, we gaan weer een nieuw spel spelen van Fortune Factory Studios. Gold Blitz Extreme is de opvolger van Gold Blitz. En even kijken, we gaan een beetje een fatsoenlijke inzet spelen. We doen 6 euro per draai, ja, bizar. Bizar hoog. Maar ik heb een dikke winst gepakt. Als je een bliksempje op het einde pakt of in het begin, dan win je al de prijsjes in die. Ja, in die boxjes, zeg maar. Je kan ze aan beide kanten hebben. Als je ze aan beide kanten hebt zonder dat er een prijs in je scherm zit, dan krijg je een respin. Wat je eigenlijk wil hebben in het basisspel is die dollarteken met welds. En dan volle bak dollartekens. Dan kan die echt heel dik geven. En ik heb een paar hele krachtige inzetten gedaan. En die zal ik hier achteraan plakken. Dat was echt bizar hoor. Maar ik zeg al, het zit in een soort van winning streak. Dus ik kan het even leiden om op wat hoger inzetten te spelen. Dat doe ik normaal niet. Hè. Dus als je het zelf probeert, doe het gewoon op 50 cent of een eurotje. Of misschien zelfs 20 cent. Afhankelijk van je budget. Ik zeg al, dit is een vervolgspel. Kijk, deze moet je dus hebben. Alleen dan volle bak. Dus zo, maar dan met eentje ertussen. Ja, dat is toch al redelijk. Maar ik speel dus wel op 6 euro. Dat is heel eventjes vertekenend. En wat je eigenlijk wil hebben is het bonusspel. Maar dat was zelf bij deel 1 ook al heel moeilijk te pakken. En die krijg je door 3 bonussymbolen te pakken. Die bijna niet vallen. Oh, eentje extra geweest was dik geweest. Hé. Maar met deze inzet is dit al dik. Hier, toch wel een meiertje weer. Bliksem. Ja, ik zeg al, die bonussymbolen vallen bijna niet. En als ze vallen, dan valt het vaak 2, want het is met een soort van upgrade feature. In de zin dat als jij 2 bonussymbolen hebt. Oh, wacht. Oh. Maar als je 2 bonussymbolen hebt en dus net niet de bonus. Dan linksboven zie je een bonusvermenigvuldiger. Die staat standaard op 1. Dus ik heb al een paar keer 2 bonussymbolen gehad. Elke keer als je dus net niet die bonus hebt, doet hij een halve vermenigvuldiger. Dus 0,5 doet hij erbij. Tot een maximum van 5. Een soort spaarsysteem. Als je dan de bonus hebt, dan heb je hem met die multiplier die linksboven staat. Dus in dit geval, als hij bij mij nu valt. Oh, nu had ik die collector. In dit geval niet zo heel veel, 10,80 euro, maar er zitten af en toe best leuke tussen. Dus ik doe alles door elkaar. Maar als ik die bonus nou zou pakken, dan heb ik hem dus maal 3. Ik heb de bonus nog nooit gehad. Ik heb me toen bij het oude spel wel eens kapot gespeeld, kan ik me herinneren. Dit is een heel gaaf spelletje. Oh, ah. Enige baal is. Kijk, is dat je. Als je ze aan beide kanten hebt, en er vallen wel al van die muntblokjes. Of geldblokjes. Geldkluizen zijn het eigenlijk. Dan heb je die respin niet. Maar wel eens zo, als je aan beide kanten dus die bliksem hebt, zoals je nu ziet. Alle prijzen die je krijgt, gaan naar de linker en naar de rechter bliksem. Dus heb je ze eigenlijk dubbel. Dus dat is echt wel leuk. Dat kan heel leuk optellen. Ik had nu maar 18 euro, dus dat is niet zoveel met een inzet van 6 euro. Maar daar zitten. Kijk, die dollartekentje laat hij toch aardig zien. Maar er zitten soms. Oeh, hij zit al te teasen, hè. 72 euro weer. Hoppakee. Kijk, als je met deze inzet speelt, kan het heel hard naar beneden gaan. Maar het kan ook heel hard omhoog gaan. Want ik begon letterlijk een kwartier geleden en ik had nog 800 euro staan van de livestream. Ik heb er al binnen een kwartier alweer 2400 euro van gemaakt. Ja, het is een knotsgekke week. Maar ik moet dan oppassen dat ik niet te overmoedig word. En ik had net 15 euro bets gedaan. Ja, dat is eigenlijk schandalig, maar toen viel die ook nog lekker ook. Die zal ik hier achteraan plakken. Als laatste kan die nog een random jackpot triggeren. Nou, die zie je dus links. Die loopt ook op. Geen hele hoge, maar. Ah, jammer. En dat jackpotspel hebben ze op zich wel heel leuk gedaan. Dan win je minimaal 1 jackpot.
En dan krijg je een soort, net als dat beeld van Reapers, krijg je een soort Star Trek modus. En dan komen er muntjes naar je toe, die kan je dan pakken. En dan win je gegarandeerd dus één jackpot. Maar er kunnen meerdere jackpots vallen tijdens het spelletje. Heel grappig gedaan. Dus ik vind het een betere versie als het origineel. Kan af en toe lang duren voordat die jackpot valt. Soms, ik had hem net 3 keer achter elkaar, maar het kan ook zijn dat hij echt gewoon een half uur of 3 kwartier niet valt. Valt geen pijl te trekken. En ja, die hoogste, die mega en die major, die heb ik zelf nog nooit gehad. Maar die onderste twee al wel. En die kunnen ook wel leuk zijn, hoor. Want helemaal omdat je dus meerdere jackpots in hetzelfde jackpotspel kan winnen. Kijk, zoals ik nu, als hij even geen prijsjes geeft op deze inzet, kan hij ook hard gaan. Je kan ook een turbo instellen, dat zou ik persoonlijk niet doen. Het enige wat wel is, is dat heel af en toe... Ik heb niet het idee dat het net als nu... Dat er een soort vertraging in het spel zit. Dat heeft gewoon met de gameserver te maken, niet met mijn internet, want ik heb het... op meerdere computers meegemaakt. Kijk, nu zit hij even in een afpakmodus. Maar met deze inzet kan hij echt, met één goede hit kan hij al meteen weer een paar honderd euro bijgeven. Maar daarom zeg ik, deze moet je gewoon op een lage inzet spelen. Als je echt volle bak met die dollar takes hebt, dan is het echt meteen jackpot. En dat, hoe heet dat? Dat wiel gaat dus ook langzaam draaien als je veel van die geldkluizen in je scherm hebt. En zodat je eventueel een kans maakt om dat bliksempje op de allerlaatste rol. Mijn ervaring is dat dat niet heel vaak gebeurt. Vaak is het zo, als hij al valt, dan valt hij al met dat linker bliksempje erbij. Oh. Nou, voor je 5 tientjes. Dan kan ik even de prijzen nog erbij pakken. Het cash-symbool, ik zeg altijd een soort kluis. Het inner-symbool, dat is die bliksem. Bonus-symbool. Uitbetaling. Tot 30 spins. Als je er 3 hebt, 8 gratis spins. En als je er 6 hebt, 30. Nou, 3 is al een unicum. De extra spin-functie, nou, die hebben we al gezien. Of we hebben het nog niet gezien, maar die zal ik erachteraan plakken. Token. Ja, dat is dat geldpotje met die random jackpot. En de mini start op 30 euro tot 150 euro en dan loopt het zo door tot aan de mega, die is van 6.000 tot max 15.000. De bonusvermenigvuldiger tot max 5. Veldsymbool, ik zal nog even kijken, ja. Voor de rest hoef ik er eigenlijk niet naar te kijken. Kijken of er nog de... Er staat heel veel bij. Maar ik kan de RTP zo even niet vinden. Nee, ik kan het de RTP even niet vinden, maar goed. We gaan tot de 200 spelen. En als je ziet dat ik al gespeeld heb, ik heb nog niet 1 keer 2 bonussymbooltjes gehad. Maar dat heeft dus mee te maken met die oplopende multiplier. We gaan het een paar keer gochtig doen. Tot de 2200 euro en dan ga ik het afronden. En dan plak ik nog wel winstjes. Ik had al wel leuke winstjes plakken erachteraan. Die bonus nog niet gehad. Het nadeel is, ik ben al op dikke inzet aan het spelen. Dus ik durf niet te veel naar beneden te gaan. In die zin dat dan, zul je al te zien, dan valt daar uiteindelijk de bonus. En dan heb ik hem op een inzet van een euro. Terwijl ik de hele tijd op 5, 6, 7, 8, 9 tot 15 euro sta te spelen. Ik heb zelfs nog geen jackpotje gehad. Oh, nou dat ene. Ja, verlagen. Oh, weer. Ik moet toch even draaien, nog 8 keer. Kijk al, speelt tot de 2200. Kijk, oh, pak hem weer. Dat zijn allemaal kleine prijsjes. Maar ik kan een hele dikke geven hoor, dus ik heb het al een paar keer gehad. Maar het is wel een gevaarlijk spel hoor. Ik ben in principe nooit zo'n voorstander van zo'n bonusopbouwsysteem. Oeh, wel 5. Dat is minimaal... Oeh, het is maar 1 lijn, dat is jammer.
Kom op. Maakt het spannend. Even twee bonusjes. Kom op. Nog 7 draaien. Oh. Hij zit een beetje in afpakmodus. Ik denk dat het goed is dat ik zo ga stoppen. Oh, $1 tekentje ervoor was heel dik geweest. Kom op, maakt het spannend. Ah. Ik moet een paar keer draaien. Laatste. Oké, dat was hem. Gold Blitz Extreme van Fortune Factory Studios. Ik vind het wel een grappig spel. Maar pas op, want je kan hier ook echt op kapot spelen. Maar jackpot spel is leuk. Het is in ieder geval een betere versie dan het origineel. Meer features, meer entertainment. Die bonus multiplier tot 5x is op zich leuk verzonnen. Alleen... speel je daar alsjeblieft niet op kapot, want de bonus valt heel erg weinig. En als die valt, is het ook nog eens een alles of niets bonus. Maar ik kan dik geven, een beetje vertekenend dat ik het op wat dikker inzet heb gedaan nu. Dus ik zou deze gewoon op wat lager inzet spelen. Ja, prima spelletje voor tussendoor. Voor mij had ik die andere 2,5 sterren gegeven, het eerste deel. Ja, deze toch wel 3 sterren. Misschien neig een beetje naar 3,5 sterren, omdat het echt wel een upgrade is, maar... ja, het zal geen spel zijn wat ik dagelijks ga spelen. Dus ik hou hem even op 3 sterren. Dus Gold Blitz Extreme krijgt 3 sterren. En ik plak hier achteraan nog wat dikke line hits en features. Dus veel plezier daarmee. Yo. Oeh. Yo. €15. Kom op. Eentje van de Meijer of zo. Ah. Oké. Okay. Yup, 2 Meijers. Pop, pop, pop. Dikke inzet dan. Kom op. Eén leuke. Ja. Ja, het zal wel lager zijn nou. Oké. Een lekkere. Hop, hop. €236. Hop, hop, hop. Oké, weer. Ik heb 3 draaien te laat, maar in ieder geval weer een Meijer, minimaal. Oh nee, €50 is die Meijer. Dat zou ziek zijn. Die mini is gewoon beter dan de Meijer. Beetje zou top zijn. Ik heb nog nooit meerdere jackpots gehad in één ronde. Met een... oh man, de laagste. Klopt, doe nog een jackpot. Nee. Doe dan die mini op zijn minst nog erbij, kom op. Klopt hem. Oh nee. Ja, wat een. Jammer. Oké.
Hé, hey. Gewoon weer. Ik heb hem net weer gehad. Ja, dan kan er bijna niks. Ik had net twee, de mini en de minor. Het kan alle die 25 zijn. Oh, toch wel 78. Oh, een meiertje. Hop. Paars, ik heb hier een paarse, en die, ja die mega, die gaat niet komen, maar paarse heb ik ook nog nooit gehad. Klop. Minor, oké. Okay. Nog eentje extra, kom op. Nog een keer de miner. Jammer. De dag 125 euro, niet slecht. Dat zou heel ziek zijn. Kan bijna niet meer. Dat zou een hele dikke zijn. Oh. Yes! Kom op! 18, oké. Okay. Eentje van de Maya, kom op. Oké. Okay. Is geen slechte. Weer twee Maya's. Yes, jackpot. Minimaal een Maya. Kom op. €2, jongen. Oké. Oké, okay. Nou nog één grote. Tjonge jongen. Tjonge jongen. Tjonge, maar ja, zolang je prijs blijft geven, dat is goed. Oké. Dan krijg je minimaal één jackpot, dus zolang het geen jackpot is. Ja, dit is een jackpot. Minor.
158, oh, dat is net niet genoeg. Maar goed, niet slecht. Er komt nog één Zomie erbij, kom op. Ja, dat was het. Maar goed, twee maar echt, niet slecht. Nu al 37,50. Op 7,50 heb ik de jackpot. Kom op. Minstens één jackpot. Ik heb alleen nog maar die Oh nee, die miner heb ik ook een keer gehad. We gaan nu voor de major. Kom op. Eentje. Met €150 ben ik tevreden. Hij moet eigenlijk niet die gekleurde geven, want dat is een jackpot. En je hebt één gegarandeerde jackpot, zolang die nog niet gegeven heeft, weet je dat je nog door blijft gaan. Krijg je nog één keer van €20 en dan mag die jackpot vallen. In ieder geval een meiertje. Oké. Het duurt lang voordat hier jackpot valt. Wat nou komen aan boven de maaier. Nou, blijft echt lang. Hij is nog nooit zo lang doorgegaan. Oh, nou komt hij. Paars. Miner. Oké. Okay. Gaat meteen over. Twee maaiers, niet verkeerd. Oh, zo lekker. Dat is een goeie. Hoppakee, drie maaiers. Yo. Hey, de jackpot op €8 nu. Minimaal €45. Kom op. Doe een keer die major voor 8,59, dat zal wel dik zijn. Dat wil ik hier dik inzet hoor, €8. Meteen een jackpotje. Mini. Niet meteen over hoor, kom op. Hij gaat in ieder geval door. Ik heb nog nooit twee jackpots gehad, maar het kan wel. Lage prijs al, maar beloof niet veel goeds. Nog één jackpotje, dan niet. Oeh, Meijer! Doe nog één jackpotje, dat zal dik zijn. Oké, okay, al twee Meijers. Yes, nog een jackpot! Kom op, doe het! Paars! Meijer, hoppakee! Drie Meijers. Hij zal het over zijn, nee. €11. Nog één jackpot, kan me niet voorstellen. Ja, nou zo. Oh nee. €350. Nog één jackpot, drie jackpots zou ziek zijn. Nee, de prijs wordt al kleiner. Als hij nou nog een keer een jackpot geeft, geeft hij de paarse, denk ik. Oh wacht, jammer. Ah, 360, niet verkeerd. De mini en de minor. Voor het eerst twee jackpotjes. Op, op, op. Jackpot baby! Hoep, hoep, hoep. 6,5 Meijers. Yes! Eindelijk heb ik hem!
Dan het inzet naar beneden, maar goed. Ik heb hem. 5x. Dat was de max. 3 euro is toch een redelijke bet. Goalblitz, die. Plus 1. 5x. Of achtspits. 5x welds. Oh, dat is een moeilijke. Ik had toch voor de 8 spins, denk ik, dat er iets langer bonus is. Maar ja, dit is met die mega volgens mij. Maar goed, ik wil hem een keer zien hebben. Dan maar iets langer genieten. Oh, ik heb die dollar tekentjes nodig. Ah. Ja, kijk, elke prijs kan dik zijn hoor. Oh, dat is 75 euro, 2 dollar tekentjes. Oh. Oh. Twee bonus activeert, 5 gratis spins, oké. Okay. Oh, die had je moeten hebben. Oh, wat een rotstreek. Oh. Nee, gaan we niet worden. Kom op. Oh, laatste. Jongen, jongen, 129 euro. Maar goed, we hebben hem een keer gehad. Nadeel is dat hij nou weer op 0 is begint.